Het ministerie van SOITI voert een stimulerend beleid uit, in het bijzonder voor midden-, klein- en middelgrote ondernemingen. Naar aanleiding hiervan heeft de regering een financiering van de Caribbean Development Bank ontvangen voor het beleidsdocument Micro, Small and Medium-Sized Enterprises Policy for the Government of Suriname. Het doel van het project is om een eenduidig nationaal MKMO-beleid te hebben die richting zal geven aan de overheid en de private sector met betrekking tot MKMO. Nu er een principeakkoord bereikt is met de vakbeweging, is het zaak voor de regering om alvast vooruit te kijken naar de dialoog met haar gesprekspartner in 2024. Minister Bronte Somaharjo van BISA maakte deel uit van het clusterteam van ministers die namens de regering de onderhandelingen voerde met de vakbeweging. Hij zegt dat de regering nu al voorbereidingen treft voor de dialoog in 2024. Gemengde commissies bestaande uit regeringsfunctionarissen en vertegenwoordigers van vakbeweging gaan samen na wat de knelpunten zijn om van daaruit aan oplossingen te werken. Minister Stephen McAndrew van AWJ heeft gisteren een onderzoekscommissie geïnstalleerd met de opdracht na te gaan of er sinds de verkiezingen van de Jeugdraad Suriname misstanden hebben plaatsgevonden. De commissie moet in het bijzonder onderzoeken doen of er in aanloop naar de verkiezingen materiële zaken zijn beloofd aan leden van de Jeugdraad Suriname. De commissie zal de minister binnen een maand moeten voorzien van de onderzoeksresultaten en advies.